Hey mensen, welkom bij een nieuwe video van GTA Online Let's Play. En we gingen natuurlijk verder met de missie. En ja. En we waren dus een missie. Wij hadden een missie gestart voor de nepgeld dingen. Ja. Ik ga de tv iets stiller zetten, want er is luide muziek daar binnen en dan moet ik weer al gaan beginnen te roepen. Maar goed, laten we starten. We moeten dus alle mensen moeten wij in elkaar ramen. Ja. Alle mensen die er zijn. En ik ben dood. Ja. Ja. Steal the supplies. Die supplies. Dus het echte geld. Is. Ja, daar ligt die nu. Alleen lag daar. En ik ben weer dood. Hoe dan? Hoe? Hoe kan ik zo snel doodgaan? Laat ik eens een Battle Axe. Laat ik die eens even vasthouden. Kan ik een wapen gebruiken? Hier binnen. Ja. Oh, niet de juiste deur. Nee, mijn wapen gaat serieus gewoon weg. Oké, ik heb de goederen. Nu gewoon. Naar de business gaan. Ja. Het enige wat ik nodig had was de goederen. En of waren de goederen. Het is maar één krat. Dus ja. Dan zal het daar maar wel weer zijn. Dus ja. Dat was de goederen. En ik hoefde niet per se iedereen af te slaan. Dus af te motten. Ik hoefde niet iedereen te vermoorden. Dus dat is wel goed. Want ik ben niet van 3 keer of 2 keer dood gegaan. 3 keer. Of misschien zelfs 4 keer. En dat was even op 2 wieltjes. Oh god. Ja, ik krijg mensen achter mij aan. Die lost MC guy. Die crashte tegen mijn auto aan. Eigenlijk die mensen die mogen achter mij aan zitten. Want die kunnen niks. Ik heb een panzerauto. En er zit op zich geen achterraam in deze auto. Dat is een en al ijzer. En een paar kleine gloofjes waar ze doorheen kunnen schieten. Maar ja, ze kunnen mij sowieso niet raken vanaf de achterkant. Misschien de linkerkant als ze heel goed raken. En de voorkant, ja, dat is weer een stuk makkelijker. Dat is weer een ander verhaal. Maar goed, ik vermoord de guy gewoon. Maar het enige wat er niet af mag vliegen... zijn mijn zijdeuren. Mijn zijdeuren, dus eigenlijk ja, mijn deuren, die mogen er niet afvliegen. Want ja, dan heb ik minder detectie. Allee, nee, dan heb ik minder protectie, dat is het. Dus dat ik minder beschermd word, omdat er een deur af is. En die deuren, die beschermen mij eigenlijk het meest. En natuurlijk de achterkant van de auto, maar goed. Nu dat terugrijden een stuk moeilijk. Allee, nu dat het eigenlijk even makkelijk is met deze auto. Ga ik ook beginnen te knippen. Tot zo. Het hoeft dan niet meer, want we zijn weer voorbij de motorclub gereden. Echt juist toen ik stopte met knippen. En dat wil zeggen dat we er eigenlijk al zijn. Eigenlijk hoefde ik dus totaal niet te knippen. Ja. Ja. En hier zijn we dan. Boom! Resupplies. Nu zijn de supplies weer compleet vol. Ja. Dan neem ik even een slokje van mijn cola. Met de alola. Oh.
Nu ben ik ook level 66, dus ik ben level opgegaan. Level 66. Maar goed, ja. Dus ik ben al best goed op weg. Het enige wat ik nog moet doen vandaag is tenminste nog 2 auto's verkopen. Dan moet ik die gigantische rit weer doen. Is niet erg. Dan knip ik wel weer. In deze video gaan we daar alleen nog maar heen rijden. En in de volgende paar video's gaan we waarschijnlijk alleen maar auto's verkopen. Maar ja, ik moet ook geld verdienen, dus. En aangezien dat we dicht bij een 24-uurswinkel zijn, zo noem ik het nu. En dat ga ik zo ook in de serie tenminste, al vooral te noemen. Nu dat we daar heel dichtbij zijn, laten we dan ook even dit beroven. Hey meneer, weet je wat ik wil kopen? Ik wil geld kopen. Ik weet niet of je geld zou kunnen kopen, maar even 2 mensen afknallen. Trouwens, het wapen die ik nu gebruik in deze winkel heeft zo'n gouden tint. Hallo, mijn geld. Heeft die niet gepaard natuurlijk, hè? Nu heb ik het geld, normaal gezien heb je dan een beetje minder geld, maar oké. Ja, ze kunnen mij niet raken hoor, die slechte politiemensen. Hoppa, ik knal direct door. Allee, ja, door de barricade heen. Dus barricades zijn geen probleem voor deze dikke auto. Ja. Maar goed. Moet ik weer die gigantische rit doen. Ja, tot zo. Wacht, ik crash letterlijk tegen een paal. En de motorkap vliegt open en blijft gewoon openstaan. Holy damn. Hoe cool is dat? Hoe goede timing is dat? Even waypoint zetten. Ja, ga ik zelfs wel doen. Wacht, ik kan even disband MC. Ga ik even doen? Ja. Hoppa, weg ermee. En dan kan ik nu de waypoint zetten naar de vehicle warehouse. En tot zo. Mensen, we komen aan in de stad en ik vlieg. En ik vlieg. En ik vlieg. Oké, ik vlog. En in de volgende video gaan we dus die auto steal missie doen. Weet je wat? We gaan auto's beginnen te stelen eerst. En dan pas beginnen te verkopen. Dus in de volgende video gaan we eerst auto's verkopen. En dan. Eigenlijk, dit is even een dingetje. Dus. De spawn point, dus waar dat de video, op welke locatie dat de video begint, dat hangt er eigenlijk vanaf waarover de video zal gaan. Oh, daar ging de motorkap tenminste. Daar ging het alsnog. Maar, dus waar dat de video, op welke locatie ik spawn, ligt eraan waar dat de video over zal gaan. Als ik nu auto's ga stelen of verkopen, dan. Eigenlijk, dit gaat ook de eerste keer zijn in deze serie dat ik letterlijk naar mijn groot kantoor ga. Ik ga daarheen rijden, want ik was even verkeerd. Je kunt hier alleen maar auto's verkopen. En in dat kantoor waar ik nu naartoe rijd, dus de Maisbanktoren die ik had gekocht. Je kunt er een garage bij kopen, maar ik had gewoon te weinig geld. En wat de hel? Zet in de reacties of jullie dat zagen.
Die motor die ontplofte. En mijn auto werd letterlijk de lucht ingegooid. Ja. Zet in de reacties of jullie dat zagen. Ook al zien jullie gewoon een klein beetje vuur onder mijn auto vandaan komen. Toch. Dan vind ik het al goed. Dat was serieus vet. Dat heb ik wel vaker natuurlijk, maar wat wel. Met deze auto gebeurt het vaakste. En ik ben blij dat ik niet in mijn Armored Kuruma rijd. Dat is ook een gepantserde auto. Maar die kan niet tegen explosies. Dus dat wil zeggen dat als ik in die Kuruma rijd, in die andere auto rijd, dan was het wel zo dat ik dood was. Oh, rijd zelf tegen mijn brommer aan. Oké, prima. Tegen mijn brommer, tegen mijn auto. Maar echt, wat de hel? Dikke explosie daar. Die auto waar dat die motor tegenaan gesandwiched werd. Dus dat wil zeggen, ja, ik kan het niet echt uitleggen. Maar je zult bij andere YouTubers wel horen wat dat ze daarmee bedoelen. Maar ja. Maar die auto die ontplofte niet eens. Hoe dan? Ja. Ja. Het kantoor. Fly. Ik hou van fly. Ik hou van fly. Serieus, ik eet wel graag fly. En dan meen ik. Guns and Glory. Perfect. Hier is de computer. De la computer. De computer waar ik al die auto's heb gestolen. Die in die vehicle warehouse stonden. Maar goed mensen. Tot de volgende video. Like, abonneer en bye bye. En in de volgende video gaan we een auto stelen. En was ik nou iets anders van plan? Ga ik ze nee, al vergeten. Oh. Ik ben niet zeker. Dus ik zal wel zeggen van, ik was niks van plan. Mensen, like, abonneer en bye bye. En als ik iets van plan was, wat ik al ben vergeten, zet het toch maar in de reacties. En vergeet niet in de reacties te zetten of dat jullie achter mijn auto, dus helemaal onder in beeld, zagen dat er een explosie was. Want die motor zat eigenlijk onder mijn auto. Die auto is gepantserd, dus dat is kei zwaar. En dan doet die wel eens kaboom. En dan eet ik fly. En dan eet ik fly.